Jongens, hebben jullie er zin in? Ik heb er zeker zin in. We zijn al gewoon wekenlang, maandenlang hebben we gewacht op een moment waarbij we eindelijk tegen België kunnen spelen. En vandaag is eindelijk het moment. Ja, ik heb er heel veel zin in. Tuurlijk hebben we zin in, man. En hoe hebben jullie jezelf voorbereid? Ja, we hebben veel de afgelopen paar weken hebben we veel samengespeeld. We proberen onze strategie een beetje op te frissen. Voilà, on s'est bien préparé. On a fait beaucoup d'entraînement assez régulier ces derniers jours. Voelt het om door te zijn naar de volgende ronde? Ah, dat is leuk natuurlijk. We gisteren vanavond aan de diner en dan zitten we er nog in. Het is natuurlijk al fantastisch dat je hier bent, maar dat je toch een ronde mee door kan gaan en tegen België is toch wel heel leuk. Ik ben heel blij. Het is een geweldig gevoel is het. En maintenant on va certainement supporter notre équipe néerlandaise pour le Benelux. Donc, go les Pays-Bas, mangez-nous! Nou, de kwartfinale ging wel jouw mee. Met name onze eerste poetjes gingen wat minder. Hartstikke jammer. Maar ondanks dat vond ik het echt heel leuk om hier mee te doen. Het is echt wel een speciaal evenement. Ik vond het wel heel leuk. Het was heel leuk om hier te zijn, om hier te mogen spelen met ook de crowd. Die voice te juichen als je bijvoorbeeld een triple kaart hebt, zal het heel erg goed. And now we go into the grand final. It's map number one, our last match of the day. Gets it, get access. It's done. Mason falls onto the tower. They're getting pushed back from the tower, but they made it 53. Still 3 minutes to go, but the timer runs out on the German side. They might take map number two. They could be European Championship. It's the last 4 points for them. They do it. They do it on map two. 2-0 against France. European champion will be Gucci Gang. Waren jullie hoogtepunten dit weekend? Hoogtepunten vond ik toch wel dat je binnenkomt en dat je als een soort fit behandeld wordt. Dat vond ik wel heel leuk. Op een kamer van 5v5 hebben we met z'n 30 1-2 switches te spelen op stream. Dat is gewoon zulke dingen, die zijn gewoon gans leuk om mee te maken. Dus we zijn heel blij dat we gekomen zijn. 1-2 switch. Sowieso 1-2 switch. Dat was een van de beste momenten van mijn leven om eerlijk te zijn.